Absoluut, ja, dat zeg ik elke week, uiteraard. En ja, elke week heb ik dat weer dat gevoel. We hebben vandaag niet heel goed getraind, moet ik eerlijk zeggen. Schepte was een beetje weg. Misschien een zware week, maandag gespeeld. Toch een teleurstelling te verwerken gehad weer. Maar ja, morgen moeten we het weer oppakken en daar staan we met z'n allen. Je zegt een teleurstelling te verwerken gehad. Dat is niet de eerste keer dit seizoen. En toch is het ook iedere week weer het gevoel van het kan nog steeds. Hoe moeilijk is het voor jullie als spelersgroep om je telkens opnieuw op te laden voor die nieuwe wedstrijd? Ja, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat hoort bij ons vak. En elke week heb je een wedstrijd, dat weet je. En, dat is ook het mooie aan dit beroep. Dus dat hoort erbij. En ik vind het ook mooi om zulke wedstrijden te spelen. Het gaat ergens om en we kunnen play-offs nog steeds halen. We staan 3 punten achter op nummer 8. Dus ja, we doen nog volop mee. En dan is het niet heel moeilijk om je op te laden. Want jullie spreken die hoop uit telkens om die play-offs te halen. Je krijgt dan telkens een tikje. In hoeverre is dat geloof dan ook echt oprecht? Nou ja, als je de wedstrijden bekijkt, dan zie je ook dat we goed meedoen. En dat we ook nog steeds wel een aardige ploeg hebben. Alleen dat we telkens net aan verliezen met 1 goalverschil. Door persoonlijke fouten of door pech. Of door dat je tegen 10 man komt en je speelt het niet goed uit. Maar niet dat je elke wedstrijd met 3-0 verliest. Dus ik denk nog steeds dat wij wel kwaliteit hebben. En veel goede spelers in de ploeg hebben om toch de play-offs te halen. En daar ook misschien nog een rol van betekenis te spelen. Want hoe kijk je in, wat dat betreft tegen de situatie aan waar jullie in verzeld zijn geraakt? Ik sprak net met een aantal supporters. En die hadden het erover, we moeten nog naar AGOVV. Dat is een lastige wedstrijd. Er waren tijden waarin als Sparta naar AGOVV ging, dat een zekerheidje was. Ja, nee, goed, dit jaar gaat het helaas niet zoals het hoort te gaan met een club als Sparta. En nu ga je uit naar Almere en AGOVV met... Ja, niet met angst en beven natuurlijk, maar wel van het kan lastig worden. Maar de Eerste Divisie is ook een lastige competitie. En als Zwolle uit moet naar Almere, wordt het ook lastig. En als RKC uit moet naar AGOVV, dan is het ook lastig. Dus dat is niet alleen Sparta. Alleen dit jaar is het natuurlijk wel teleurstellend en moeilijk. En hopen dat we het goed af kunnen sluiten en volgend jaar weer een nieuwe start kunnen maken. Ja, wat dat betreft, er kwam het bericht naar buiten dat jullie een nieuwe hoofdsponsor hebben. Daaromheen ook een aantal positieve berichten. Je hebt een doorlopend contract. Hoe kijk je wat dat betreft tegen de toekomst aan bij Sparta? Nou, ik zie de toekomst wel rooskleurig tegemoet. Wat je zegt, een hoofdsponsor is binnen, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons. En de nieuwe technisch directeur is bekend, nieuwe trainer, nieuwe assistent trainer. Dus dat zijn wel zaken die rust geven in de ploeg. En je kan bouwen aan een nieuw jaar in het achterhoofd uiteraard, want in het voorhoofd zit nog steeds dit jaar. Jij doet het dit jaar persoonlijk, als je kijkt naar het aantal doelpunten, doe je het prima. Staat bovenaan de topscorerslijst. Hoe frustrerend is het dat daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor is om daar vrolijk over te zijn? Want het gaat met Sparta minder goed, daar moet de focus op. Ja, zo gaat dat. Hè. Het teamgebeuren is het belangrijkste. En als je 11e staat, ondanks dat je topscorer bent, is daar geen aandacht voor uiteraard. En wel wat aandacht, maar ja, ik snap dat het voornamelijk gaat over de teleurstellende resultaten. En als Sparta verwacht je... Ja, ik ben van Helmersport gekomen en je verwacht bij de eerste 3 mee te doen. En dan valt het even tegen. Dan is het persoonlijk succes wat minder belangrijk. Van het doelpuntenaantal geniet je in stilte? Ja, goed, als spits is het altijd lekker om doelpunten te maken. Kijk, als ik nu op 6 goals had gestaan, had ik hier anders gestaan. Dat is natuurlijk heel eerlijk. Alleen, ik had best wel een paar goals willen inleveren om nu bij de eerste 3 mee te doen.